Veel is er nog niet van te zien, maar morgen staan de stoepen hier op de Ubbo Emmius Single vol met oud huisraad, afgedankte kleding, blokfluitspelende kinderen en oude videobanden. Dat in verband met de vrijmarkt op Koninginnedag. Om het geheel in goede banen te leiden, heeft de gemeente 10 spelregels opgesteld van dingen die niet mogen op de vrijmarkt. Bijvoorbeeld geen commerciële verkoop. Het is echt bedoeld voor particulieren, voor kinderen, voor mensen om hun oude spullen te verkopen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om een grondplekje in te nemen. Je moet er op tijd bij zijn, want er is altijd verschrikkelijk veel belangstelling voor. Geen verkoop van etenswaren bijvoorbeeld. Verkoop van zelfgebakken cakejes, koekjes of muffins zit er dus niet in. En ieder die vast verzekerd wil zijn van een plekje heeft pech. Een plekje reserveren is niet mogelijk. De afspraak, dat is dan ook weer zo'n spelregel, is dat vanaf morgenochtend 7 uur de plekken worden vrijgegeven. Want anders krijg je van die toestanden dat mensen misschien al de nacht van tevoren een plekje gaan innemen. Nou, dat willen we hier niet. Het is heel duidelijk, vanaf 7 uur morgenochtend kan je hier terecht en dan word je een plek toegewezen. Maar je moet er echt snel bij zijn, want het is ook zo allemaal weer weggegeven. Nog zo'n regel. Een grondplaats mag maximaal 4 meter breed zijn. Inspecteurs zullen de hele dag langslopen om te controleren. Mensen die zich niet aan de regels houden worden daarop aangesproken en in het ergste geval gevraagd het terrein te verlaten.